Voor ik begin zorg ik dat mijn stoompijp geflust is. We zetten de stoompijp niet in het midden van de melk, maar net al even iets aan de rechterkant. We zetten de stoomkraan zo snel mogelijk aan. En na het toevoegen van de lucht zorg je ervoor dat de stoompijp stil komt te staan. Dat je een circulatie in de melk krijgt om alle grove luchtbellen eruit te slaan. En schenken we de melk heel even over in de andere kan om te controleren dat je de juiste dikte hebt.